Hallo lieve mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van No Limits 2. En No Limits 2 is een achtbaan simulatie en een ontzettend realistische achtbaan simulatie. En na het intro gaan we zeker een aantal hele leuke nieuwe achtbanen laten zien die mensen zoals jij en ik hebben gemaakt. Na het intro. Okay, people, let's go to work. En de eerste achtbaan die ik laat zien die nu aan het laden is, is Arrow Suspender. Ik weet niet wat voor achtbaan het is, maar uit mijn hoofd was het een hangachtbaan. En die is dus compleet gemaakt door mensen die het spel kunnen spelen. Ik hou mijn mond, ik laat even zien wat deze attractie biedt. Nou, ik zie dat er al heel mooi gebruik is gemaakt van de omgeving. Van het water wat ik al zag weerspiegelen. Hij heeft dus de complete layout helemaal zelf ontworpen. En we gaan dus uiteindelijk een cijfer geven van wat zal deze achtbaan waard zijn. Nou, ik zit best wel comfortabel. Dat geef ik al een pluspunt. En ik ben benieuwd. Ik vind het altijd leuk als je niet gelijk de afdaling krijgt, maar even nog een klein zwiffeltje. En dames, excuus, ik zit in mijn badjas. Heerlijk warm. Het is koud buiten, naar buiten. Hier schijnt gelukkig de zon in het spel. Oh, we gaan echt schuin nu. Dat is creepy. Oké, de eerste afdaling, jongens. Oh jee. Hij is niet zo heel hoog. Echt heel schuin. Oh. Ik vind het een heel leuke layout. Dat layout betekent dat de baanvormgeving is leuk gedaan. Het gaat leuk onder elkaar door. En ik zie ook dat we dadelijk een gat ingaan. Ook ontzettend leuk. Het is best wel een hele lange baan, zoals ik nu al zie. Het is best wel gaaf. Je wordt wel alle kanten heen geslingerd. Hij heeft best wel zijn best gedaan over deze attractie, achtbaan omgeving. Soms een beetje saai nog, maar voor een soort van kinderattractie zou ik deze wel heel erg aanraden. Ik vind het echt wel een heel leuke achtbaan geworden. En we kijken even naar de omgeving. Nou, ik ga eens even kijken wat zien we allemaal. Even kijken hoor. Ik moet nog een beetje aan de knoppen wennen, jongens. Nou, dit is de spectator modus, om het zo te noemen. En daar ga ik nu ook weer uit. Ik weet, ja, nou ja, dit is, zo ziet de achtbaan eruit. Ik wil jou weer een nieuwe achtbaan laten zien. Ik vond het een heel leuke achtbaan. Ik denk dat ik toch wel een 7,5 geef aan deze achtbaan. Ik ga bij downloads kijken en dan pakken wij de Woodland Flyer. Dat is de tweede achtbaan die we deze keer laten zien in de No Limits 2. Ja, ik ben benieuwd. Ik vond die vorige best wel hartstikke leuk. Ja, ik vond hem niet professioneel, maar ik vond hem ook niet heel amateuristisch. Dus het is gewoon een hele leuke achtbaan. En dit is dus een nieuwe achtbaan. Ook een hangachtbaan dit keer. En de omgeving ziet er alweer een stuk anders uit dan normaal. Hij gaat ook een stuk hoger naar mijn gevoel. En ook die rare paal hieronder voor de ondersteuning is best wel apart. Ik vind het niet heel mooi, maar het heeft wel iets. Het heeft wel iets aparts, vind ik. En volgens mij is dit best wel een hele grote baan. Want zelfs in de verte daar zie ik zelfs de baan lopen nog. Nou, we gaan een... We hebben al een vaartje erin. Ik heb niet het gevoel dat deze achtbaan over de kop gaat. Maar wie weet gebeurt er nog van alles. Zo, nee, dat is nog niet het cijferen, jongens. Ik gaapte, maar dat was nog niet omdat ik hem saai vond. Maar hij gaat nog niet heel hard en... Ik denk dat hij twee keer omhoog wordt getakeld dadelijk. Oh jee, even die snelheid. Gaat hij het halen? Oh jee. Hij heeft wel een paar keer moeten testen, denk ik. Haalt het nog wel? Ja hoor. Ja, twee keer toetakeling. Oké, hij had er zin in. En ik zie dat daar in één keer een afdaling komt. Dat heeft hij best wel snel afgewerkt in één keer. Ja,
En dan gaan we, jongens, allemaal die armen omhoog. Die armen omhoog, kom op. Laat die armen zien. Laat die okselhaar weg. Dat hoef je niet te zien. Dit vind ik ook wel gaaf. Hij gaat voor mij best wel snel naar beneden. Dus dit is best wel een flinke daling. Oh yeah, dan gaan we door de bossen heen. Dat vind ik ook wel heel gaaf. Oké. Gaat lekker. Nou, dat was al een flinke daling. Lekker hard. Dat vind ik jammer. Oké, dat is ook leuk over dat water heen. En hier is het einde, denk ik, bijna. Ik vind de baan wel leuk gedaan. Maar ik denk dat deze knul beter niet twee keer had toe moeten takelen. Ik denk als hij één keer hoog, lekker hoog ging. En ik vond het ook, achtbaan leek ook heel zwaar. Want volgens mij, hij remt heel snel. Als je zeg maar een vaart hebt en je wil weer een beetje omhoog gaan. Deze achtbaan voelt heel zwaar, lijkt het net. Oh. Nou, ik ga eens even kijken. Het zijn inderdaad een soort Bobbyland karretjes, inderdaad. We gaan kijken even, jongens. Oh, ja, ik klik op de verkeerde knoppen. Ik vind het, de besturing vind ik nogal vrij vervelend. Zo. Maar de achtbaan zag er leuk uit. In de volgende keer had hij beter in één keer moeten toetakelen. Ik vond de twee toeketakelen. Ik vond deze wel de minste van de twee. En de laatste die we gaan doen is de New Park. Hij heeft niet eens een naam gegeven aan het park. Maar het nieuwe park. En ik heb dus geen naam voor de attractie. Maar we gaan wel beoordelen of dit een beter is dan de eerste. Ik vond de eerste tot nu toe een 7. En als ik een cijfer moest geven voor de tweede, dan was dat wel een 6,5. Ja. Ik vond de layout niet helemaal, dat je dacht van wauw, dit is vet. Ik vond de eerste het leukst. En het is een houten achtbaan. Gelijk meteen wat anders. Van hang naar houten achtbaan. We gaan lekker hoog, zie ik al. Ik zie een hele mooie bocht en ik vind tot nu toe vind ik het ja, er best wel gaaf uitzien. Even kijken, wat kunnen we zien? Hij is best wel compact. En een scherpe bocht. En daar lijkt het net of er een knik in zit, maar dat gaan we dadelijk merken. Oké, dan gaan we, jongens, een flinke daling. Gelijk al. Helemaal tot de grond. Oké, nou moet hij dat vaartje erin houden, hè? Deze. Oh, gaat lekker al. Oeh, scherpe bocht. Zo. Oh, dat is wel gaaf, joh. Ik vind het wel gaaf. Ik vind deze ook wel heel aardig, hoor. En lekker vaart zit erin ook continu op de trek. Dat is ook heel belangrijk. Kijk wat einde, jongens. Remmetjes. Mooi gedaan. Heel vet einde. Ik denk dat ik deze achtbaan wel een 7,5 ook vind. Ik ga hem ook een 7,5 geven. Maar jullie taak is om in de comments te zetten welke achtbaan jij het vetst vond. En dan ga ik de comments lezen en dan kijk ik wel wie er heb gewonnen. Dus vonden jullie de eerste achtbaan, de hangachtbaan vet? Of vonden jullie de tweede vet? Die was, vond ik nou niet zo bijzonder. En de derde was natuurlijk de achtbaan van hout. Dus de houten achtbaan die we net hebben gedaan. Laat het weten in de reacties. En ik hoop dat je een leuke video vond. Geef een groen duimpje en zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe video. Auf Wiedersehen! Ja, dat is Duits. Nee, daar ging de achtbaan.